Woensdag 18 augustus 2021 nog steeds. Ik ben Axel van BTC Direct, goed hier weer te zien bij jouw dagelijkse update. Wat doen we hier iedere dag? We bespreken hier dagelijks, zoals ik al zei, de laatste nieuwtjes op de gebieden crypto en economie. Ook gaan we iedere keer eventjes kijken naar een verse technische analyse voor natuurlijk Bitcoin. Waar staan we nu wat betreft de prijs? Waar komen we vandaan? Wat mogen we gaan verwachten? En dat allemaal in deze ene video. Wat betreft dat laatste nieuws, wat mogen we voor vandaag allemaal gaan verwachten? Safe Moon, de hoogtijddagen, die lijken wel een beetje voorbij. De koers zoekt hard, maar waarom? Wat is daar aan de hand? Wederom een nieuwe naam in de top 10. Dus de een zijn dood is er misschien wel de ander zijn brood. Solana is het gelukt om in dat illustere rijtje topcrypto's binnen te werken. De DNB die waarschuwt, die gaat zich actief mengen in die zin in het Nederlandse cryptolandschap. Namelijk tegen Binance, omdat die zonder registratie handelen in Nederland. Stock-to-flow model, lopen we nu op schema en wat mogen we dan wel of niet gaan verwachten? En een nieuwe update in de rechtszaak van Ripple tegen de SEC. De Nederlandse bank die iets roept over het Nederlandse cryptolandschap. Ja, daar moeten we natuurlijk wel even induiken. Wat is er nu precies aan de hand? De Nederlandse bank heeft dus gewaarschuwd voor de, zoals zij het stellen, illegale praktijken van Binance. Het mag dan wel de grootste cryptobeurs ter wereld zijn. Maar ja, die Nederlandse bank die zegt dat zij geen diensten mogen aanbieden binnen Nederland. En dat heeft alles te maken met dat zij niet voldoen aan die wettelijk verplichte registratie. Oftewel, zij hebben gewoon geen registratie in Nederland. Het bedrijf handelt nu dan ook illegaal, zo stellen ze. En de Nederlandse bank die kan nog niet zeggen op dit moment dat ze er ook daadwerkelijk iets gaan doen. Of dat ze hier ook op gaan acteren en stappen gaan ondernemen. Dat is nog even onbekend. Maar ze laten in ieder geval wel alvast weten dat mochten er Nederlanders zijn die gebruik maken van Binance, zij in ieder geval niets verkeerds doen. Het probleem ligt dus echt bij Binance. Dus je mag er wel gewoon nog legaal gebruik van maken binnen Nederland. Maar de Nederlandse bank in ieder geval, die ziet dus met name een probleem in het feit dat ze geen zicht hebben op de risico's die klanten eventueel lopen, omdat ze dus geen dergelijke registratie hebben. Daardoor zou het volgens de Nederlandse bank ook het geval kunnen zijn dat Nederlanders bijvoorbeeld een verhoogd risico lopen om betrokken te raken bij witwassen of andere zaken. Dat kunnen ze dus niet uitsluiten op dit moment. Dat is wat ze daarmee willen zeggen. De Nederlandse Bank is natuurlijk niet de enige toezichthouder, zeker niet de eerste en ook zeer zeker niet de laatste, die zich op dit moment bezighoudt met de praktijken van Binance. Vorige maand bijvoorbeeld, toen heeft de Italiaanse toezichthouder Consob al gesteld dat Binance illegaal bezig is. De financiële waakhond in de UK die heeft Binance in juni al verboden. En ook in de VS ligt de beurs onder een vergrootglas. Ze worden namelijk onderzocht door justitie, maar ook door de Belastingdienst. Daar krijgen ze nog een flinke kluif aan waarschijnlijk. Maar nu dus ook de toezichthouder binnen Nederland die zich hiermee begint te bemoeien. Een van de meest populaire modellen binnen crypto. Ja, dan heb ik het natuurlijk over het stock-to-flow model van de Nederlander Plan B. En volgens dit model in ieder geval is de bullmarkt nog lang niet voorbij. Dat laat Plan B door middel van zijn Twitter in ieder geval weten. Heeft wederom even goed gekeken naar dat model en stelt dan ook dat we pas rondom het midden van deze hele cyclus ons begeven. En dat die dubbele top volgens hem in ieder geval gewoon nog in de lijn der verwachting ligt. En dat is allemaal in dit model waar dat we het dan over hebben. De richtprijs voor deze vierde cyclus, wat het eigenlijk is sinds het begin van Bitcoin, die ligt ruim boven de $100.000. En als we naar dit model gaan kijken, moeten we dat ergens binnen nu en de komende 3 jaar gaan bereiken. En wat er nou gebeurde, we lopen eigenlijk zoals je ziet constant mooi in de pas met die lijn, met die voorspelling. Hier werd de afwijking wat groter. Dat was de grootste negatieve afwijking ooit die we hebben gehad. En daardoor begon het onvoorwaardelijke geloof eigenlijk dat vele investeerders toch hadden in het model hier en daar wat af te brokkelen. Maar volgens de maker daarvan liggen we nog steeds op schema. En daarvoor kijkt hij naar een aantal omstandigheden, een aantal factoren die hierin belangrijk zijn. Zoals de kleur van deze stippen, die vallen nog steeds binnen het plaatje. Ze zijn nog niet rood, geven dus nog steeds geen top aan. En daarnaast ook nog de afstand tot die witte lijn. Dat ligt allemaal nog binnen de marge, zo kun je het kort samenvatten. En geven dus gewoon nog steeds ruimte voor de weg omhoog naar die tweede top binnen deze cyclus. En dit model, waar is dat nou op gebaseerd? Dat ligt, of ja, ligt de grondslag in ieder geval de verhouding tussen de snelheid waarmee nieuwe Bitcoin wordt geproduceerd en de beschikbare voorraad. Daaruit komt dan in ieder geval een waarde die potentie van een bepaald goed, in dit geval dus Bitcoin, weergeeft.
En dat kun je dan weer plotten in een dergelijke grafiek. En daar kun je dan, zoals Plan B dat in ieder geval doet, weer bepaalde concrete waardes aanhangen. Maar het belangrijkste, we liggen volgens hem dus nog steeds op schema, want dit model gaat natuurlijk naar nog veel hogere hoogtepunten toewerken. Wie sinds vandaag een kijkje neemt op CoinMarketCap, die ziet iets opvallends, namelijk een nieuwe naam. Of geen helemaal nieuwe naam, maar in ieder geval een nieuwe naam binnen de top 10. Als we gaan kijken naar de grootste crypto's gekeken naar MarketCap, want daar staat in dit geval op nummer 10 ook Solana. Dat is gebeurd nadat deze coin een nieuwe all-time high heeft te vestigen op maar liefst €63,88. Betekent dat die ruim verdrievoudigd is sinds het lokale dieptepunt van 20 juli. Toen kostte die munt nog minder dan €20 per stuk. Nou, er is flink wat bovenop gekomen. Inmiddels hadden we in dollars op een ruime $78. En staat daarmee dus nu officieel binnen die top 10 en heeft daarvoor Uniswap hier verdrongen. En er zit ook een aardig verschil in. Als we hier gaan kijken naar die market cap, Uniswap 15,6 miljard en Solana mag het al met bijna 22 miljard doen. Gaat dus heel erg hard. Daarom is het denk ik ook wel goed om eens te gaan kijken, wat is het nu precies? Want dit komt natuurlijk niet zonder reden zo naar binnen gestormd. Nou, Solana in de eerste plaats heeft dat gewoon een eigen blockchain, heeft daarop ook een eigen bijbehorende munt. Dat is dus Sol. Het netwerk stimuleert en dat heeft dan ook weer natuurlijk als gevolg deze grote groei. Actief gebruikers en ontwikkelaars om gedecentraliseerde apps te ontwikkelen of marktplaatsen te bouwen, allemaal op deze blockchain dus. Verder heeft deze blockchain ongeveer dezelfde principes als bijna alle alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan snel, veilig en censuurbestendig handelen. Daarin lijken ze op al die andere partijen, maar ze onderscheiden zich ook op een aantal belangrijke vlakken. Dat doen ze bijvoorbeeld het volgende. De blockchain van Solana dus is heel goed schaalbaar en kan daarmee van betekenis zijn in de toekomst. Want we hebben al vaker gezien dat toch bij verschillende andere grote protocollen af en toe wel problemen oplevert. Nou, dat hebben ze in ieder geval dus wel goed in de smiezen daar. Daar gaan ze ook echt voor. Dat doen ze door middel van een aantal technologieën waar ze gebruik van maken. Dat zorgt er dan weer voor dat er duizenden nodes kunnen worden ondersteund. En die transactiedoorvoer die kan daardoor dus heel goed meeschalen met wat op dat moment de behoefte is vanuit de markt. Netwerk claimt zelfs dat zij 50.000 transacties per seconde kunnen verwerken. Daarmee zou het de snelste blockchain ter wereld zijn. En als we gaan kijken naar de gemiddelde bloktijd van Solana, is die inderdaad ook wel snel, zo'n 600 milliseconden. Dat gaat inderdaad rap. Daarnaast, andere belangrijke facetten van deze blockchain. Het is een hybride chain. In dit geval betekent dat er gebruik wordt gemaakt van zowel proof of stake als proof of history. Is het zo dat proof of history geen consensusmechanisme is, maar het is een soort cryptografische klok waarmee nodes het eens kunnen worden over de tijdsvolgorde van allerlei gebeurtenissen op die blockchain. Die nodes die hoeven daarvoor ook geen contact met elkaar te hebben. Dat kunnen ze allemaal individueel, omdat iedere node dus zo'n eigen klok draait. En dat is dan wel weer allemaal hetzelfde protocol dat wordt gehanteerd en daarom kan het op die manier heel goed samenwerken. In juni begon het al een beetje te borrelen. Het bullish nieuws bedoel ik dan hier bij Solana. Wat gebeurde er toen? Op dat moment had Solana Labs een private token sale van maar liefst €267 miljoen voltooid. Dat viel goed bij de investeerder. En als we verder gaan kijken, zien we ook dat het gebruik daarvan stabiel is en inderdaad ook de snelheid hoog is. Dus dat zijn allemaal zaken die natuurlijk goed bevallen. Zoals het volgende. Solana heeft tot nu toe meer dan 24 miljard transacties weten te verwerken. Als we in ieder geval gaan kijken naar data vanuit de blockchain. En consistent ook, en dat is belangrijk, meer dan 1100 transacties per seconde. De zoveelste update in de rechtszaak die de SEC op dit moment voert tegen Ripple. Maar wel weer een belangrijke. Namelijk het volgende. De SEC heeft een verzoek ingediend bij Ripple om meer dan 1 miljoen Slack berichten van ze te gaan ontvangen. En Slack is een zakelijke chat app. Maar ja, Ripple, natuurlijk kun je haar zeggen, die weigert dit in ieder geval om ook maar op enige vorm te voldoen aan dit verzoek. Waarom vraagt de SEC je überhaupt naar? Dat kun je je al afvragen. Nou, zelf stellen ze dat ze die berichten nodig hebben omdat het mogelijk bewijs kan bevatten. Dat volgens de SEC dus noodzakelijk is om een volledig en nauwkeurig verslag van alle gebeurtenissen te kunnen bouwen. Verder, zeggen ze, zouden die berichten dienst kunnen doen als een soort geheugenopfrissing voor de medewerkers van Ripple. Dat blijkt in ieder geval allemaal uit de aanvraag als je daar verder naar gaat kijken die de SEC dus heeft ingediend bij rechter Sarah Netburn. Ook Ripple heeft daar inmiddels weer op gereageerd of in ieder geval het juridische team daarvan.
Die hebben de 16e een brief gestuurd naar diezelfde rechter. En daarin vragen ze natuurlijk om dit verzoek af te wijzen. Ripple die vindt het namelijk buitengewoon belastend en een zeer onevenredig verzoek. En dat onderbouwen ze ook. En als je dat leest, dan klinkt dat inderdaad wel als zeer onevenredig. Ze stellen namelijk dat de kosten voor het verkrijgen, beheren en beoordelen van al die vele, vele miljoenen berichten uit Slack dus meer dan $1 miljoen zou gaan kosten. Wat meer is dan dat Ripple überhaupt tot nu toe aan hele rechtszaak heeft uitgegeven. Dus dat vinden ze natuurlijk echt belachelijk hoog. Daarbovenop zou ook nog de hoeveelheid aan data die daarmee gemoeid is de hele rechtszaak echt extreem vertragen. Tenminste 12 tot 15 weken stellen ze. En dat is nog los van andere protocollen en zaken die daaromheen moeten worden geregeld. Dus het zou een enorme vertraging betekenen en een enorme kostenpost. En op basis van onder andere die twee zaken vragen ze dus om dit hele verzoek van de hand te doen. Nou, verderop stellen ze daar bovenop nog in de brief dat eerdere soortgelijke verzoeken in andere rechtszaken ook structureel zijn afgewezen. Ze lijken goede hoop te hebben dat ze niet in die enorme bak aan Slack-berichten hoeven te gaan duiken. SafeMoon. Normaal hebben we het natuurlijk niet echt dagelijks over dergelijke meme-coins, maar hier zijn toch wel wat gekke dingen mee aan de hand. En vooral het verschil ten opzichte van toen het toch helemaal hot en happening was, valt steeds meer op. Dat was natuurlijk een van de absolute meme-sensaties in het voorjaar van dit jaar. Die coin die knalde uit het niets toch een flinke top binnen qua market cap. Met op het hoogtepunt een cap van $5,6 miljard. En dat is meer dan de caps van coins vandaag de dag. Zoals bijvoorbeeld PancakeSwap, EOS en NIO. Dus dat was nogal wat. Dat was echt behoorlijk groot zelfs. Nou, tot voor kort had de hele cryptomarkt te maken met een daling. Ook SafeMoon die was daar niet immuun voor. Nou, past gewoon in het plaatje natuurlijk. Dan is het wel zo dat inmiddels de meeste coins toch weer heel erg flink zijn opgeveerd. Vele uit de top zelfs met dubbele groene cijfers. Maar dat geldt in dit geval dus niet voor SafeMoon. Nu lijken ze echt achter te blijven. Want de coin moet het inmiddels doen met plek 214 op CoinMarketCap. Totale cap dan ook van nog zo'n 1,5 miljard. Een stuk minder dan dat het ooit geweest is natuurlijk. En staat daarmee, vooral dat is ernstig, op min 87% ten opzichte van het hoogtepunt van afgelopen mei. En die daling lijkt ook nog niet ten einde. Die is zich op dit moment gewoon aan het doorzetten. En dat verschil, ja, dat gaat dus opvallen. Dat verschil ten opzichte van de rest van de markt op dit moment. Zeker als je ook gaat kijken naar andere populaire meme coins. Als een beetje in diezelfde hoek gaan zitten. Zoals bijvoorbeeld Doge en Shiba Inu. Die weten wel gewoon weer mee te varen op het verbeterde marktsentiment. En natuurlijk hebben we de afgelopen jaren vele munten zien komen en gaan. Maar SafeMoon die verschilt in een aantal belangrijke opzichten toch wel van de meeste van deze vergane glory coins. Namelijk de manier waarop SafeMoon investeerders stimuleert om die tokens juist, met name voor de langere termijn, vast te houden. Daarin hebben ze een soort uniek concept wat nu een beetje tegen ze lijkt te gaan werken. Want SafeMoon gebruikers die verdienen namelijk passieve beloningen, simpelweg door die coin vast te houden. Daar hoeven ze niet eens actief voor te steken of wat dan ook. Dus een dergelijke beloning ontvang je sowieso. Hoe bekostigen ze dat? Nou, ze heffen bijvoorbeeld 10% belasting vanuit dat netwerk op alle transacties. Die vergoedingen verdelen ze vervolgens weer onder alle tokenhouders. Dat noemen ze dan reflections. Op die manier herverdelen ze dat weer binnen de eigen markt al. En het is natuurlijk een mooie manier om geleidelijk het bezit van verschillende holders op te bouwen. Klinkt heel mooi, maar die belasting op het verkopen en ook het gebruiken van die tokens. Naast het volgende dat ze handmatig dus tokens uit de omloop kunnen halen. Heeft het toch velen inmiddels toegezet te spreken van een soort Ponzi-scheme. Die zijn het vertrouwen hierin kwijt. Die zien het niet meer als een echt heel erg duurzaam mechaniek. En die gaan er toch ernstig aan twijfelen. Nu die prijs dus daalt en ook beweegt tegen het grootste deel van de markt in principe. Lijken de houders het echt beu te zijn van SafeMoon en massaal aan het verkopen te zijn geslagen. Dus even vandaag naar het handelsvolume gaan kijken van SafeMoon. Is dat niet veel? De afgelopen 24 uur €6,9 miljoen. Maar dat is 70% minder dan de 24 uur daarvoor. Daar is dus een hoop gebeurd. En als we gaan kijken naar die subreddit, dan heb ik het over de SafeMoon subreddit. Natuurlijk staat dat vol met berichten over whales die op dit moment aan het dumpen zijn. Dat allemaal gebaseerd is overigens op openbare blockchain data. Dus dat is ook gewoon te verifiëren. En het zou dus zomaar kunnen dat deze munt toch een hele onzekere toekomst tegemoet gaat. Lijkt misschien logisch, maar zoals ik al zei, bepaalde andere munten in hetzelfde segment, die lijken het gewoon nog steeds prima te doen.
Ja, doet Bitcoin het dan nog een beetje prima? Is natuurlijk de grote vraag. Die ga ik voor je beantwoorden in de koersen op tradingview.com. En misschien schrik je er al direct van rood. Dit is dan weliswaar op de weekenders waar we nu naar kijken. Data gewoon weer afkomstig van Bitstamp. En dat klopt. Voor deze week staan we op een min van 3,85% op dit moment. Is iets dieper geweest, want we hebben op weekniveau een dieptepunt gezien van $44.200. Tegelijkertijd ook een hoogtepunt van een ruime $48.000 en alles daartussenin. Nou, voor nu staan we in ieder geval op week dus op rood. En daarin kun je al een beetje gaan ontdekken dat hier deze Fibonacci-lijn rondom die 48.000 natuurlijk ook de entree tot die belangrijke zone naar de $50.000 stevige resistance blijkt op dit moment. Daardoor zijn we gewoon constant teruggedrukt. Vorige week natuurlijk en de drie weken daarvoor ook hebben we opgerukt naar dat niveau. Maar nu lijkt dat toch weer even een beetje pas op de plaats momentje te gaan vormen. Als we gaan inzoomen op de dagcandles, dan kun je dat natuurlijk weer veel beter gaan zien. Waar we ook gisteren naar hebben gekeken, er spelen nog een aantal zaken. Zo zaten we in dit kanaal, zitten we nog steeds in, maar zaten we in deze driehoeksbeweging hier, waar vaak een negatieve uitbraak op volgt. Nu was de omstandigheid iets anders, omdat we een positieve aanloop hebben. Meestal kom je vanuit een daling in deze driehoeksbeweging terecht. Dus dat maakt het nog iets spannender. Maar toch, statistisch gezien, kom je hier meestal niet al te best uit. Nou, we lijken nu toch aan de onderkant hier uit te zijn gebroken. Nu is het wel zo dat we nog een support kunnen vinden rondom dit $45.000 niveau. Iets daaronder, belangrijk Fibonacci niveau ook, waarvan we iets aan het opveren zijn. De vraag is nu, kunnen we weer terug deze formatie inkomen? Te hopen is van wel natuurlijk. Want anders is het zomaar denkbaar dat we hier de hele uitbraak gaan volmaken. En dan moeten we toch gaan kijken naar een niveau, ja, van misschien wel $40.000. Waar dat we dan weer rekening mee moeten gaan houden. Natuurlijk niet te hopen. Maar dat is in ieder geval wel hoe dat het er nu voor staat. We zitten overigens op het grotere plaatje wel nog steeds in dit kanaal. Die support soort van die we gisteren nog hadden. Van deze middenlijn binnen dit kanaal. Ja, die zijn we nu ook kwijt. Maar deze hebben we hier dus voor nu wel weten te vinden. Maar je ziet hier ook het bereik. We komen natuurlijk in de eerste instantie van deze lijn af. Dat gaat goed de test. En dan gaan we ver omhoog bewegen. Deze resistance lijn. Die houdt het nog een paar dagen op voordat we echt een test kunnen gaan uitvoeren op dit niveau rondom die 48.000. Maar dat wordt ook direct afgestraft. We worden teruggedrukt weer naar de onderkant. Misschien wel voor een tweede test eigenlijk van de basis van dit Fibonacci kanaal. En dan is het natuurlijk hopende dat we vanuit daar weer kunnen vertrekken naar hogere niveaus. 4 uur. Hoe ziet de beweging er dan precies uit? Nou zo, je ziet hier wat tussentijds dat we toch rondom die 45.000 iets daarboven zelfs nog een hele mooie supportzone hebben, hebben kunnen aanwenden om vanuit daar dus een nieuwe test te gaan doen aan die bovenkant. Maar ja, die zijn we hier ook verloren, viel dus samen met de middenlijn van dit hele kanaal. En daarmee is nu het gevecht een beetje gaande rondom de support van de onderkant van deze driehoek. Als we dit weer kunnen gaan klaren, we kunnen erin terechtkomen, ja, dan kunnen we nog steeds die beweging naar boven verder gaan uitvoeren. Een nieuwe poging met name ook, waar we dan weer op hopen op die 48.000 hier. Vanuit daar een beweging naar verdere hoogtes binnen deze kanalen die uiteindelijk tot die $50.000 zouden moeten leiden. Maar goed, dat is allemaal natuurlijk niet meer zo'n zekere zaak. Want hier is in ieder geval de eerste test op dit niveau wel geslaagd. Maar we zijn nog niet uit de gevarenzone. En nog steeds te maken met een resistance op dit moment van deze lijn in ieder geval. Als we daar verder door worden teruggedrukt, we kunnen ook deze lijn niet meer houden, dan wordt het een wat meer penibele situatie. Dan lijkt de uitbraak een negatieve zin uit deze driehoek definitief. Dan komen we hieronder terecht. Dan mogen we hopen dat we nog een support hebben rondom dit $42.500 gebied. Dat de bodem vormt van dit grotere kanaal. En anders moeten we toch echt op zijn minst weer naar deze lijn gaan kijken. Dat is net boven de $40.000. Dat we dan hopelijk een laatste belangrijke support hebben voordat we weer in dit niveau gedrukt worden. Wat wel zou kunnen passen bij het plaatje, dus bij de uitbraak uit deze driehoek. Week door midden, koers door midden. Nou ja, zo'n drama is het gelukkig allemaal nog niet. Maar we lijken nu even tot een halt te zijn geroepen, zo rondom die 48.000. En daar nu iets in negatieve zin van af aan het bewegen te zijn. Hoewel wat verder, dagelijks weer in de update hier op het YouTube kanaal van BTC Direct. Dan blijf je natuurlijk pas echt op de hoogte. Subscribe jezelf op dit kanaal, dan ben je er altijd als eerste bij. En een duimpje omhoog is natuurlijk altijd van harte welkom als je dit een toffe video vond. Voor de rest hoop ik heel erg dat ik je morgen gewoon weer mag verwelkomen bij een splinternieuwe update. Maar eerst geniet er nog van deze woensdagavond. Slaap er lekker uit morgen en dan spreek ik je dan weer. Tot morgen! Doeg!